Dit programma van Leiden Amateurvoetbal wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Het is eindelijk zover. De wedstrijd Koudekerk-Teylingen gaat dan toch plaatsvinden aan de Guttelaan in Koudekerk. Wedstrijd diverse keren al vastgesteld, maar even zo vaak ging die van de rol af vanwege, we weten het zo langzamerhand wel. Ja, de hele belangrijke wedstrijd bovenin de vierde klasse A. Met name natuurlijk voor Teylingen dat in de achtervolging ligt op Meerburg. Maar het is ook misschien wel de laatste kans voor Koudekerk om definitief mee te gaan doen om die titel. Hoewel er nog veel wedstrijden te spelen zijn. Daar met een eerste mogelijkheid wellicht voor Teylingen. Met Van Ewijk aan de bal is zoals bekend moeilijk van de bal te krijgen. Dat lukte dan even wel. Maar Koudekerk met moeite dan uitverdedigend. En dan gaat die bal naar het middenveld waar die kan worden opgevangen. Echter door Teylingen via Daan Heemskerk. Dan loopt die aanval door via Tom van der Vlucht. Komt hij dan bij Wesley Ritsen op de achterlijn. Wesley Ritsen, wat gaat hij doen? Moet dan helemaal weer uit de 16. Kan dan wel een teamgenoot vinden. En dan gaat die bal naar het middenveld. Naar Dennis van der Nauwland. Dennis van der Nauwland paast dan op Van Ewijk. Van Ewijk weer fel op de huid gezeten. En dan kan Ivar de Groot uitverdedigen. En dan komt Mike van Velzen in balbezit. Die zoekt het ruimens op. Maar wordt er uitstekend verdedigd door Mark van der Heijden van Teylingen. Ja, belangrijke wedstrijd. Dus in die titelrace. Drie ploegen steken er dit seizoen bovenuit. Meerburg, Teylingen en Koudekerk. En hoe gaat dat aflopen? We zijn uiteraard heel benieuwd. Goed paasje daar. Maar ook goed doorzien door Van der Heijden. En dan kan Martin van Ewijk openen naar de linkerkant. Naar Wesley Ritsen. Op het laatste moment Tom van der Vlucht overigens in de basis. En niet Pascal de Ridder. Die geeft die bal trouwens die ritsen op van der Vlucht. Maar dat is dan een makkelijke prooi voor doelman Roy Dorenpaal. Ja, Teylingen heeft keuzes. Zo ook Koudekerk. Twee sterke selecties voor deze klasse. Maar wat zouden ze graag volgend jaar in de derde klasse uitkomen? Daar met Joepie van Tulder die bal voorzet. Nou, dat scheelt heel weinig. Komt het hoofd er niet tegenaan. Dan komt Teylingen enigszins met de schrik vrij in de opening. Fase van deze wedstrijd. Teylingen dan weer met een dieptebal. Wordt daar achter de defensie gegeven. Komt dan bij Mike van der Zon. Mike van der Zon kapt, draait en scoort. Mike van der Zon. Ja, een verrassend doelpunt toch wel. Leek daar uiteindelijk in een lastige positie uit te komen. Maar komt daaruit met enig fortuin via een Koudekerker. Maar dan onberispelijk in de korte hoek. Roy Dorenpaal. Staat daar verbouwereerd te kijken hoe die bal in zijn doel rolt. En zo is het 0-1 voor de bezoekers. Daar met Koudekerk dan een aanvalsopzet via Van den Berg onder andere en Smant. Dan komt daar een schot en dat is een prooi voor Wessel Sonier, de betrouwbare doelman van de Sassenheimers. Ja, het wordt dan inmiddels donker. Ja, we hadden ook liever gezien dat die wedstrijd gewoon op zaterdag zou worden gespeeld. Dat film vond makkelijker, maar het is nu eenmaal zo. Daar dan een mogelijkheid voor Ritsen en dan is het 0-2. Vlag wel omhoog. Ja, is dat buitenspel? Is dat geen buitenspel? Dat gaan we snel zien ongetwijfeld. Daar die dieptebal op Ritsen kapt, dan zit hij de scheffer uit. De schepper uit en dan is het 0-2. Dan zien we het even vanuit een andere camerapositie. Bal wordt naar links gespeeld. Daar staat niemand buitenspel. Ja, dan is dit een geldig doelpunt. Kan niet anders. 0-2 voor Teylingen. Ploeg van Rob Jonkman hier op Rozen aan de Guttelaan. Maar er is natuurlijk nog veel tijd. Ligt er in het verschiet en dan komt daar een actie, wordt die bal gespoord, maar is er nog steeds sprake van een voorsprong voor de mannen uit Sassheim. Daar met een hoogstandje dan Ivar de Groot. Hoho. Dat scheelt heel weinig bij die tweede paal. Ivar de Groot, de routinier van Koudekerk. Ploeg van Jarno Verwij en Gert Labots. Daar dan een middenveldduel. Wordt daar stevig op de huid gezeten. Ja, toch een aardige overtreding hier van een speler van Koudekerk. En dan komt dan ook een gele prent. Overigens verder een sportieve wedstrijd. Dan zijn we inmiddels in de tweede helft. Met dus die voorsprong voor Teylingen. Dat hier hele goede zaken kan gaan doen. Maar ze zijn er natuurlijk nog niet. Daar met Martin van Ewijk. Belangrijk vanavond, maar verliest daar wel die bal. Dan de jongeling Sam van Aals. Bezig aan een uitstekend seizoen. En die komt dan met een vrije trap. Daar komt dat schot, zou ik willen zeggen. Maar ja, die komt dan uiteindelijk wel via Ricardo van Rijswijk. Waar wordt
daar dan uiteindelijk in tweede instantie door Sonier gered. Eerst dat schot dus van Rijswijk, dat werd gesmoord. Maar het is duidelijk, Koudekerk probeert er alles aan te doen om die achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Moet ook wel, want anders wordt het gat naar de twee leiders wel erg groot. En dan zal Koudekerk niets anders resteren dan in de achtervolging moeten. Daar met een blessure, dat viel allemaal mee. En kan Teilingen dan verder via het middenveld. Wordt die bal dan op links gespeeld naar Ritsen, die toch wel veel aan de bal was. Ritsen gaat daar schieten. Ja, die bal met Krul, die gaat te ver naar buiten toe. En zo blijft Koudekerk nog in de race met die 0-2 stand. Daar een voorzetter komt dan van Velzen. Ja, dat had zomaar een doelpunt kunnen zijn. Weet hij zelf ook, de spits. Scoort veel, maar deze had misschien wel ingemoeten. Had het al 1-2 kunnen zijn. Daar dan een hopeloze poging. Maar Koudekerk, het is duidelijk. Hij probeert er echt alles aan te doen. Wil Teilingen vastzetten op de eigen helft. En dan uiteindelijk naar die 1-2 komen. En misschien zelfs meer. Daar dan een paasje. Wordt goed ingegrepen door Sonier, die voortreffelijk staat te keepen vanavond. En zo blijft het wel spannend. Maar ja, Teilingen wel op een marge van 2. Daar aan de rechterkant. Het is nauwelijks te zien of er nog een voorzet komt. Maar die wordt eruit gehaald. Dan is het een hoekschop. Koudekerk kan dan overnemen. Daar met een dieptebal. Er wordt daar Joep van Tulder weer aan het werk gezet. Van Tulder met een voorzet. Ja, dat is een goede bal. En daar komt Teilingen goed weg hoor. Want dit had hem zomaar kunnen zijn. Hoekschop dan. Ingeknikt. Wordt daar gespoord. En dan gaat die bal over. Ja. Het zijn toch wel mogelijkheden en kansen die Koudekerk krijgt. Maar het moet wel snel gaan gebeuren, want de tijd loopt natuurlijk door. Daar goed het overzicht gehouden. Komt daar Ritsen nog aan de bal? Nee, wel een ploeggenoot. Wordt die bal binnengehouden en dan is het een inzet die daar voor de lijn wordt weggehaald. En zo kan het ook maar zo 0-3 zijn voor de rood-zwarten die zo graag naar de derde klasse willen gaan. Ze komen natuurlijk van de zondag tweede klasse. Dus in die zin willen ze ook weer omhoog. Maar nu op de zaterdag weer met de Ritsen. Moeilijk van de bal te krijgen. Blijft in balbezit. Speelt die bal dan naar buiten. Komt daar waarschijnlijk een voorzet. En die komt daar, het is meer een schot eigenlijk. En dan is het de redding van Roy Dorenpaal. De doelman van Koudekerk daar met de uittrap. Krijgen we daar een luchtduel tussen twee spelers. Oei, dat is een lelijke botsing. Ja, dat is het hoofden tegen elkaar. Dat is nooit prettig. Scheidrechter laat wel doorgaan. Koudekerk gaat ook zelf door met Van Tulder. Dan is het Van Velzen, Mark Van Velzen met de 1-2. Goeie goal op zich, maar wel de protesten toch wel bij Teilingen zo links en rechts. Want ja, was daar geen sprake van een overtreding of in ieder geval een gevaarlijke situatie met de hoofden tegen elkaar. Maar de scheidsrechter beoordeelt anders en dan kan Koudekerk doorgaan en daar op rechts dus doorbreken via die Joep van Tulder. En ja, dan de goaltjesdief met zijn 11e doelpunt dit seizoen, Mike van Velzen. Maar is het genoeg om nog terug te kunnen komen tot 2-2 of misschien zelfs meer? Want we naderen wel de uiterste slotfase van deze wedstrijd. Daar weer met een voorzet. Die wordt weggewerkt. En er is toch wel paniek bij Teilingen. Het is nog even volhouden voor de mannen van Jongman. Gaat dat lukken? Daar met een defensieve fout van Koudekerk, maar goed hersteld. Wordt Teilingen spelen weer naar buiten gedrongen. Daar dan nog een schotje van Ritsen. Nou, dat is niet gevaarlijk. En dan blijft die 1-3 uit. En dan blijft het rete spannend, om het maar zo te zeggen, hier aan de Gluttelaan. Daar met Van Tulder. Nee, dat is niet. Daar kan je geen strafschop voor geven. En dan blijft het vermoedelijk bij 1-2. En gaat Teilingen hele goede zaken doen. En moet Koudekerk in de achtervolging. Teilingen wint met 2-1 van Koudekerk.